Hey. We zijn hier in Pernis, in het mooie, sfeervolle Pernis. En ik heb een hele belangrijke videoboodschap voor iemand die hier in de buurt zou moeten wonen. We gaan kijken of hij thuis is. Nou, ik denk dat we hier moeten zijn. En zo te zien hebben we geluk, want ik zie hier leven in de brouwerij. We gaan het gewoon eens eventjes proberen. Het is altijd een spannend moment. Ja hoor. Hey. Hey, oh, dat is jammer zeg. Hier had ik even niet op gerekend. Potverdorie. Maar we laten ons niet zomaar uit het veld slaan. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We hebben niet dat hele eind voor niks gereden. Ja, ik ken jou wel. Pleur op joh. Hey, hallo meneer. Een hele goede middag. Ik heb een videoboodschap voor u. Ja, stek maar in je hol. Nou ja zeg. Dat past er helemaal niet. En bovendien, ik denk niet dat mijn anus erop berekend is om dit soort objecten te ontvangen. Als het lukt, tief je dan op? Oké. Heb je wel eens eerder geprobeerd? Nee, natuurlijk niet. Wacht. Spannend. Hier, vangen. Wat je doet is, je gooit die videoband op de grond. Dan stap je met je voet helemaal naar de tering tot kleine stukjes. Wacht, ik kom wel even naar beneden. Kom maar even binnen. Doen we het even samen. Met videoband? Ja, zeker. Wow, leuk. Zo, en de laatste hier zo. Is wel echt de laatste, hè? Ja hoor. Top. Oh. Zo, ben je nou stiekem niet nieuwsgierig wat er nou op die band stond? Nee, helemaal niet. Zo, nou ga ik mijn klauwen wassen. Nou, zo zie je maar, hè? Hoe mooi, maar ook hoe onvoorspelbaar de liefde kan zijn. Ik ga even naar een specialist om het een en ander aan plastic uit mijn endeldarm te laten pulken. En wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Voor jullie zeg ik, liefst liefde en het liefst with love. Tot volgende week. Ja. Ik kan niet meer overeind.